Bent u speciaal ingehuurd om alle auto's die dalen in en uit gaan te ontsmetten? Ja, zeker. Wij zijn al jaren bezig in de desinfectie en in de ontsmettingsbranche. Dus sinds de SARS-tijd zijn we al actief. Ja. Hallo, kunnen wij u een paar vragen stellen? Ondervindt u de problemen van corona in Dalen? Nou, ik heb er nog niet echt last van. Ja, ik heb zo'n kapje op gedaan, maar ja, voor de zekerheid, weet je wel. Nou, dat wil zeggen, we hebben de situatie redelijk onder controle. Wij moeten de patiënt elke 3 minuten dus spuiten met deze vloeistof. En daardoor blijft de patiënt beter bij. Kijk, ik zal even demonstreren hoe wij deze vloeistof toedienen. Het is zaak dat deze vloeistof in de huid komt, maar we mogen absoluut geen contact met de huid maken. Met oog op besmetting en dergelijke, zeg maar. Maar we kunnen de situatie redelijk onder controle houden door dit middel. En om de 3 minuten, dan gaat het redelijk, ja. Ja, ja. Ik zit opgesloten in mijn eigen huis. Mijn zoon die werkt bij de stroomkartonfabriek, die heeft coronavirus. En ik mag thuis ook niet uit. Ik heb helemaal niks. Drama! Hallo meneer. Hebben jullie in het dagelijks leven veel hinderen van het coronavirus? Nou, niet direct, maar ik moet van mijn vrouw altijd buiten roken, maar ja, dat lukt nu niet, hè. Het zit in de weg, maar verder gaat alles een gangetje, hoor, ja. Wat gaat er nu gebeuren in Dalen, meneer, op deze avond? Nou, het is 7 uur en de nachtklok gaat in. Dus we sluiten het hele dorp af. Er kan niemand meer in of uit. Dus en dan zetten we er van die blokken voor. En ja, dat is het dan voor vandaag. En wij gaan naar huis.